Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Petit van Morgen. Vandaag ga ik op pad met Wim. Jullie kennen Wim hopelijk nog wel. En met Jeff. Jeff en Wim gaan vandaag op pad in de B-klasse gemaakt door, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, weet ik niet. Hij stond in mijn game. Dus voertuigcontrole zou even doen. Dit is blauw. Dit is... stop. Dit is oranje. Dit is dit en dit is groen. Ik denk ministerie van mods. Maar dat weet ik niet zeker. Achterin hebben we nog. Keurig. Laten we de straat op gaan. We zijn ingemeld. 12 van lijn meen ik. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. En nou, laat je verrassen. Dat laat ik me ook weer. Want het is lang geleden dat ik LSPD VAR heb gespeeld. Tja. Ik moet er wel even aan wennen aan alle knoppen en alle dingen. Oh, dat was raar. Dat stoplicht ging van oranje naar groen, naar oranje naar rood. Hebben we nog iets te melden? Nee, zeker niet. Dus dan wordt het een lekker simpele intro, wachtend op een melding. Veel meldingen Sandy Shores. Twee nu al. En eentje op het vliegveld had ik in het begin. Daar kan er allemaal niks mee. Want dat is niet ons gebied. We kunnen ons gebied maken, maar voor nu is het niet ons gebied. Dus ik hoop dat hier wat leuks in de omgeving voorkomt. Units reporting, we've got a grand theft on Substantia Road. Units respond code 3. News HQ. Is het niet daar? Neem het maar aan. Al te laat. Oké, prima dan. Dan niet. Kom op, geef eens wat meldingen. In ons gebied. Wat spannend, wat leuks. Jullie zien wat ik zie. Mag ik hopen. Is het geen helm? Die heeft hij gewoon op, dus nee. Is het iets anders? Jazeker. Wat is het dan? Geen kentekenplaat. Dag. Wacht. Maar even. Hallo. Hey. Heeft u van mij een rijbewijs, meneer? De reden van de staanhouding is het feit dat u hier op deze motor rijdt zonder kentekenplaat. Ik weet niet of dat bekend is. In ieder geval, als het zo is, waarom doet u het dan? Is het niet bekend, dan is hij ergens verloren, maar ik vermoed dat hier helemaal geen kentekenplaat op zit. Als ik de knalpijp zo zie, dan kun je die gewoon niet achter ergens ophangen, de kentekenplaat. Want ja, dan komt, nou, dat is gewoon niet mogelijk. En u heeft een verlopen rijbewijs, dus dat is ook niet zo mooi. Hij zegt, ja, dat zou ik onder handen gaan nemen, daar wou ik mee aan de slag gaan, maar dan ben ik vergeten. Ja, dat is allemaal niet zo mooi. En dan ga je wel meerdere bekeuringen van mij krijgen. Want dan rij je dus gewoon zonder rijbewijs. En dat is niet suspended, expired license. En als ik zeg no license, ja, het no license plate staat er niet op. Dat is altijd moeilijk. Dus wat kunnen we daar dan van maken? Maar ik denk dat je nu al zwaar gestraft wordt. Nee, dat valt dus vies tegen. Zullen wij gewoon no license pakken? En dan krijg je dus wel heel duur. Dan maken we iets minder duur van. Dan kunnen we gelukkig ook zelf aanpassen. $1000, ja, dat is voor mij meer dan voldoende. In Amerika is dat allemaal overdreven. Dan moeten we nou echt helemaal zo terug gaan. In ieder geval, dat zijn wat punten op je rijbewijs, zie ik. 10 punten. En die zijn ook nog eens
Ja, die heb je niet meer, dat rijbewijs. Dat is wel een probleem. En je motor in beslag nemen. En dat klopt geloof ik wel bij als er helemaal niks van een kentekenplaat op zit. Dan kunnen we dus helemaal niet achterhalen waar dit voertuig nou vandaan komt. Weet je wat, ik heb er geen zin meer in. En dan moeten we dat natuurlijk wel even verder gaan onderzoeken. En dan wordt hij geloof ik in beslag genomen. Als je geen geldige verklaring hebt. Ik kan hem nu niet vragen waar is je license plate. Dat kan ik niet via het script. Dus dan moeten we het maar met deze manier doen. Meneer, ondanks alles toch een fijne dag. Takelwagen. Takelwagen. Instappen. Zijn we beschikbaar voor meldingen? Officers report we have a disturbance. Suspect last seen in the GWC Engulfing Society. Units respond code 2. Een periode 2 melding van een overlast op de golfbaan. Ik weet niet precies wat het is. Ik weet namelijk dat een disturbance wel overlast is. Disruption. Ik ga dus goochelen. Verstoring, ja, hetzelfde. Maak in ieder geval een beetje gebruik van de vrijstelling. Dat doen wij door bijvoorbeeld daar het vak voor rechts af te rijden, maar toch rechtdoor te rijden. Oh, die gaat naar links. Dat zag ik aan zijn knipperlichtje. Collega's landelijke eenheid, goeiedag Schotel. Is een prio 2 overlast personen nou echt de reden om hier door rood te rijden? Zo, nee, misschien niet. Dan moet je al wat meer informatie hebben over de melding. Doen we het wel? Ja, zeker. Waarom dan? Omdat ik het zo lang vind duren als je moet wachten op elk verkeerslicht. Dan hebben we heel lang hier staan wachten. Even over het terrein rijden en we zullen het gras proberen heel te houden. Is dat iemand met een hond? Verder dan dit komen we niet, krijg ik 3/4 over het gras heen. Ja, dat is kleuren met de hond. Dat kan wel eens niet zijn toegestaan natuurlijk dat hier iemand met een hond zich bevindt. Ik ga geen hond doodschieten hoor, dan ga ik zelf maar dood, maar ik ga niet die lieve hond doodschieten. Misschien is hij helemaal niet lief, want bijt hij me, dan moet je wel schieten. Maar we hebben geloof ik de optie Animal Control. Request Animal Control, ja. Go to the suspect and talk with Y. Niet Y, waarom, maar de Griekse I. Hallo meneer. Hallo, weet je dat honden hier verboden zijn op het terrein? Ik dacht dat het een hondenpark was. Nee, nee, toevallig niet. Heb je ooit al eens een hond golf zien spelen dan? Sorry agent, mijn fout. Nou, let er even op. Oh, oké. Okay. Wim geeft meteen een bekeuring. Nou, vind ik een beetje zuur, Wim. Kom op, dat is de godpotman, dat is een lieve hond. Ja, doen we nog iets? Wait up! Nou ja, weet je, ik ga het hier belaten. Je mag het terrein verlaten. Ik ga hier verder niet, trouwens. Ik wil wel even een identiteit, misschien staat hier elke dag. Dank u. Heb je vuurwapens bij? Want hij heeft toestemming of je mag vuurwapens dragen. Nou ja, goed. Ik kan er verder niet veel op vinden. Ja, goed, jij mag het gebied verlaten. Ik ga je geen bekeuring geven, ondanks dat Wim dat zei. Die hond die gaat mee. Units reporting. Niet met ons hoor. Maar met hem.
meld ons weer op vrij. We gaan het gebied weer verlaten hier. Ja, die hond loopt de andere kant op dan die man. Ja, weet ik. Maar gaan we daar nog moeilijk over doen? Dat gaat toch niet 100% kloppen. Dus we laten het lekker zo hoe het nu is. Ja, laat ik kijken. Misschien een prio 1. Ja, prio 2. Ergens daar zo rijdt een voertuig met een lading. Een brons fan. Stap in. Dat is een lading die niet helemaal goed vast zit. Op het voertuig. Moet niet te missen zijn, zou ik zeggen. Hey, hey, hey. Het voertuig rijdt, dus logisch. Boulevard del Piero. Ik moet even de snelheid erop zetten en dat kunnen we wel met deze B-klasse. Als je blijft staan met je Ford Mustang of wat er ook is, dan schiet er natuurlijk niet op. Dit zou wel eens een prio 1 melding kunnen zijn in het echt. Het is natuurlijk een inschatting die de meldkamer maakt. Maar ja, voor hetzelfde geld heeft hij daar, weet ik voor wat, allemaal spijkers op liggen. Een hele boomstam, ik zeg maar iets. Je kunt het zo gek niet bedenken. En laat staan dat een GTA niet zo gek kan dat je het kunt bedenken. Dus wie weet wat daar, als dat valt, wat dat voor een schade toebrengt. Als ik het zo speel, zo LSPD van, dan heb ik het echt wel gemist. Alleen... ja, ik heb het toch heel lang niet meer gedaan. En dat was ook met een reden hoor. En die reden is echt wel geweest... ja, ik had er gewoon ook geen zin in. En ja, dus dan ga je nu afvragen van... ja, je vindt het nu toch leuk, dus ga je het dan wat doen. Maar ja, ik weet niet. Daar moeten we echt even, moet ik echt even gewoon naar kijken. Oké, okay, ja, nou ja, ik heb het voertuig in ieder geval in zicht. Hij rijdt alleen wel tegen die bus aan. Ik denk dat hij gezopen heeft. Nou, vluchtstrook hebben we hier niet. Het gaat om het principe. Laten we deze beste hier wel even blazen. Goeiedag. Mag ik van u allereerst een rijbewijs zien? De reden van de staande houding is het feit dat u hier met een open achterkant rijdt met iets heel vaags daarin. Daarbij kan dat eruit vallen. Ik zie namelijk dat het niet gezekerd is. En u rijdt heel raar. Heeft u gedronken? Ik wil mijn advocaat. Heeft u drugs gebruikt? Nee, oké. Zijn driver license was expired inderdaad en ik zag al dat hij gezocht werd. Oké, dus ik vraag, hè, weet jij dat jouw rijbewijs is verlopen? Nou ja, ik dacht dat je die alleen hoeft te vervangen als je een ander uiterlijk had. Nee, dat klopt niet helemaal. Why are you transporting this afternoon? Ja, dat vind ik niet zo'n belangrijke vraag. Waarom heb je het zo gezekerd? Nou, ik heb mijn best gedaan om het zo erin te krijgen. Oké, waarom heb je niet iets anders geregeld dan? Oké, ja, zoveel druk op mijn werk en moeilijk allemaal. Ik snap het wel, alleen het is natuurlijk niet de optie. Hey, allereerst, ik ga je laten blazen. Ja, omdat je hier zonder een stopteken, ja officieel had hij het dus wel gehad, maar ja, laten we toch even zeggen, zonder een stopteken rijdt hij de stoep op, rijdt hij een paal eruit. Ik doe ook nog even een speekseltest bij jou. En wat we dan gaan doen is jou uit laten stappen. Maar dat ga ik je zo even vertellen waarom. Oké. Jij mag uitstappen. Je bent bij deze ook aangehouden. Had je denk al door. Je wordt nog gezocht namelijk. Waarvoor weet ik niet. Hey, uitstappen. Hier komen. Hier komen. Stoppen. Ik heb een blikje drinken vast. Ik weet niet waarom. Arrest de pet. Collega, je mag hem aanhouden. Meneer, ik zou geen rare dingen gaan doen. Ik ben in ieder geval aangehouden.
Er wordt nog gezocht. We gaan op bureau uitzoeken waarvoor. Ik ben niet aan het verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Die wil die al, dus we gaan die zeker ook krijgen. Heeft u er zelf een, kunnen die op het bureau bellen. Heeft u er geen, krijgt u van het openbaar ministerie eentje toegewezen als dat nog is. Wij gaan een takelwagen vragen. Voor deze wagen die moet worden getakeld, want er moet ook nog iets in het voertuig worden getakeld. Ik weet niet wat, maar, wat het allemaal is, maar het zal allemaal wel. En jullie gaan erachter komen hoe we dit gaan laten wegtakelen. Hij had nog heroïne bij zich. Dus sowieso ook voor verboden middelen bezit. Zullen wij hem aanhouden. We zullen hem anders even zelf meenemen. Ik zet hem alvast achter in onze B-klasse. Verdachten moeten altijd hier zitten. Want hier zit het kinderslot erop. Weet ik toevallig. Ik heb zelf ook al eens daar gezeten. Wauw, ben je anders gearresteerd? Nee, zeker niet. Een grappig verhaal wel. Twee verhalen. Ik heb er vaker gezeten. Zo je echt af. Daar gaat hij. Niet helemaal gezekerd ook, maar prima. Nee, ik heb een keer een dienst meegedraaid met de politie natuurlijk. Toen zat ik weliswaar aan deze kant. En daar kun je wel zelf uitstappen. Maar ik heb ook een keer een oproep gekregen voor een reanimatie. En toen ben ik daarheen gegaan. Rennend. De grootste fout die je kunt maken. Want dan ben je back-off. En dan moet je nog reanimeren. En eigenlijk daar bleek er niks te zijn. Of ja, de politie kwam alweer weggereden. Of daarvan afgereden. Dus ik dacht, even vragen. Hallo, hoe gaat het ermee? Moet ik daar nog hulp bieden? Want ik ben ook opgeroepen. Hun zeiden, nee joh, niks aan de hand. Ja, waar kom je vandaan? Ik zei, helemaal daar en daar. Zo dan, heb je helemaal gerend. Ja. En toen zeiden ze, ja, stap achterin, breng je wel even terug. Dus ineens zat ik aan deze kant achterin in een B-klasse. En toen wilde ik uitstappen en toen ging dat niet. Ze zeiden, ja, oh ja, kinderslot, je weet toch. Want dan kunnen de boefje niet uitstappen. Rijd door! Dus ja, zodoende heb ik achterin een B-klasse gezeten waar dit boefje nu zit. Hebben wij het geduld om te wachten hier? Nee, zeker niet. Moet ik jullie dit aandoen? Nee, zeker niet. Ik zie jullie zo als we weer zijn bij het politiebureau. Ga ik nu dus als een gek daar naartoe rijden? Misschien wel. Hebben jullie bewijs daarvoor? Nee, zeker niet. Tot zo. Hij is binnengebracht door een collega van ons. Wij gaan weer verder met de dienst. Daar stond toen straks nog een verkeerspaal. Of verkeerslicht beter gezegd. En ik heb zwijgrecht. Of ik die eruit heb gereden, ja of nee. Het is gelukkig niet te zien. All units. Deze melding is ten einde. Goed werk. Is nou wel of geen aanrijding? Nou, waar maar even die kant op. Aanrijding met letsel mogelijk. Dat staat in de fik. Wat kan er? Prio 1 de brand voor deze kant op. We hebben een voertuig brand. We gaan zelf wel een beetje blussen voordat de boel hier ontploft. Aight. Wim the fireman. Ja, dan moet nou maar een ambulance hier deze kant. Sta je aan het smoke? Ambulance. Nee, we willen hebben. South Boulevard Del Perro. Goedendag. Morgen. We hebben hier één slachtoffer, die zit er op de grond. Mijn collega staat daarbij. Ik ga even kijken naar die beste vrouw die daar wegloopt. Niet helemaal de bedoeling. Mevrouw. Ja, hallo. Hallo. Voor mij niet een identiteitsbewijs. Dank u. Heeft u iets te maken met die aanrijding toevallig? Want u liep daar vandaan. En op mijn minimap zie ik een geel stippie. Dus dat is niet helemaal mooi. Oh, game memory error. Nou, in ieder geval, ja, we hebben het opgelost ofzo. Ik weet niet. Tot zo. Daar zijn we weer.
En we hebben eigenlijk niet echt veel spannends meegemaakt vandaag, hè? Daar kan nog verandering komen. Misschien ook niet. Oeh, jazeker. Dat was echt, ik heb nergens op gedrukt. Oh wacht, ja. Daarover sprekend. En voor wapens, remove all weapons. Load en een D. Maar dat heb je hele rare wapens. We gaan nu prioriteit naar een persoon met een mes. We laten de sirene uiteraard uit. Mijn collega die heeft een ander chapsel. Waarom? Omdat de mod die de collega inspant, die maakt er eentje voor mij. Hij heeft wel hetzelfde uniform, maar niet hetzelfde kopje. En dat komt omdat ik dat niet kan kiezen ofzo. En ik weet eigenlijk ook nu al niet meer hoe die uitzag. Persoon met een mes. Ik denk dat hij op de parkeerplaats loopt. Laatste filmpje daarvan in Eindhoven, nou, ook een man met een mes. Die hebben ze gewoon door zijn klauwen geschoten. Of weet ik, ze zijn poten geschoten. Dus dat gaan wij misschien ook moeten doen. Hey, dit is suicide backup, dit moeten we niet hebben. Stoppen. Mes laten vallen, omdraaien. Op knieën, ook goed, prima. Handen op je hoofd. Eerst dat mes pakken. Mes gepakt. Collega, vuurlijnen. Ik ga wapen bergen. En ik ga aanhouden. Keurig. Lekker gewerkt, collega. Opstaan, hand op je rug. Geen rare dingen doen. En ik tees je helemaal de moeder. Ja, hij gaat wel zitten. U kunt uw weg vervolgen. Ja. Die toren of die B-klasse ziet er vet uit. Ik riep al heel hard de suicide by cop. Of niet heel hard, maar ik riep het direct. En waarom nou? Omdat hij een mes heeft. Hij zegt ik wil niet meer leven en hij rent op me af. Nou, dan verwacht hij dus dat ik schiet. En in Amerika schieten ze dan waarschijnlijk ook 20 magazijnen op hem leeg. Maar ik niet. Want Wim lost dat op met woorden. Oké, ik ga het trouwens nog even fouilleren. Nou, dat gaat mijn collega doen, daar hebben we een collega voor. Want we willen even weten of hij niks anders bij zich heeft. En het doel is dus om zodanig een situatie te creëren bij suicide by cop om de politie jou te laten neerschieten. Hij had nog marihuana bij zich. En een zakje pillen waar niks verder bij staat of wat voor pillen het zijn. We gaan het transport vragen, want we gaan er door naar de volgende melding. Op Litte B. Dat is ver. Daar gaan we wel of heen. Ah nee, dat is helemaal nee, dat dan. Ik ken die melding. Er zijn geen eenheden meer nodig. Die transport eenheid even dichterbij laten komen.